Maar, het zijn twee pagina's, maar het is wel belangrijk dat deze stemmingen goed gaan. Dus als u even geduld heeft, dan zal ik even oplezen wat de bedoeling van zo dadelijk is. Aan de orde is de stemming in verband met de verkiezing van de voorzitter. De stemming vindt plaats conform de artikelen 8.31 tot en met 8.36 van het reglement van orde. Ik benoem nu allereerst tot leden van het stembureau de leden De Hoop, Peter de Groot, Six Dijkstra en Van Zanten. Ik verzoek de heer De Hoop als voorzitter van het stembureau op te treden. Ik verzoek de stemopnemers om aan de tafel in het midden van de zaal plaats te nemen. Ik nodig hen daartoe uit. En heel veel dank aan u vieren dat u deze rol op u wil nemen. Want het zijn toch weer belangrijke dingen en het is goed dat daar mensen beschikbaar voor zijn. Dan, ik verzoek de bodes de stembriefjes uit te delen. Dan is het goed om te markeren dat de eerste stemronde een vrije ronde is. Dat betekent dat de leden hun stem mogen uitbrengen op alle leden. U wordt geacht op het stembriefje één naam te schrijven. Briefjes met meerdere namen, met name van niet-leden van de Kamer en blanco briefjes zijn geldig en tellen ook niet mee voor de berekening van het aantal stemmen dat nodig is voor het behalen van een volstrekte meerderheid. Er zijn op dit moment leden van de Kamer met eenzelfde achternaam. Een geldig briefje bevat dan tevens de voornaam van het betreffende lid. Maar ik wil allemaal verzoeken om in ieder geval de achternaam op te schrijven. Dus als er alleen maar Tom staat of alleen maar Martin, dan wordt het wel lastig om dan te bepalen of het ook echt en voor de mensen die hier dat moeten controleren. Dus laten we het hen ook wel zo makkelijk mogelijk maken en gewoon de volledige achternaam opschrijven. En als het iemand is met een achternaam die ook al elders van een ander leert, dan graag de voornaam daarbij. Dan, ik verzoek de griffier van ieder lid de naam voor te lezen. De leden dienen op die oproep te reageren door op te staan en zich naar het stembureau hiervoor te begeven, waar het stembriefje in de daarvoor bestemde bus kan worden gedeponeerd. De griffier zal straks voldoende tijd nemen tussen het oplezen van de namen, dit om gedrang in de zaal te voorkomen. Ieder lid brengt het stembriefje persoonlijk naar de stemopnemers. Mijn stembriefje en het briefje van de stemopnemers zelf zullen aan het slot worden en daar gaat wel de bode naartoe. Ik verzoek de leden om bij het stembureau aan te sluiten bij de voorganger en niet voor te dringen. Belangrijk. De stemmen moeten immers ook worden geverifieerd en het is natuurlijk belangrijk dat het ordentelijk verloopt. Voort wordt op prijs gesteld als de leden niet met elkaar gaan spreken, maar ook dat zij hun plaats gewoon weer rustig innemen. Dan is het ook voor iedereen weer de namen helder dat ze die opgeroepen worden. Ik verzoek u dus niet door de zaal te gaan lopen of de zaal te verlaten tijdens de stemmingen, want dat maakt het geheel onoverzichtelijk. Dit allemaal gezegd hebbende, vraag ik de griffier om achter het katheter te gaan staan en dan te beginnen met het voorlezen van de namen. Diederik van Dijk. We doen het even opnieuw. We moeten deze keer gewoon doen we het volgens de alfabetische volgorde. Dus dat is ook om het overzichtelijk te houden. Ja. Sorry. We dachten, we maken het niet onnodig nog ingewikkelder. We beginnen gewoon bij het... Sorry. Aardema. Aartsen. El Abbassi. Agema. Van Baarle. Bamenga. Baudet. Becker.
Beckerman. Bikker. Blauw. Bontenbal. Boom. Van den Born. Martin Bosma. Boswijk. Boutkan. Brekelmans. Bromet. Bruining. Bushof. Van Kampen. Seder. Chakor. Klaassen. Krijns. Dassen. Deen. Tony van Dijk. Diederik van Dijk. Emiel van Dijk. Inge van Dijk. Dijk. Olger van Dijk. Dobbe. Eertmans. Van Eyck. Elian. Ergin. Erkens. Esser. Faber van der Klashorst. Vlag. Gabriels. Graus. Grindis. Tjeerd de Groot. Van Hazen. Heinen. Helder. Hermans. Hertzberger. Heutink. Van Heijem. Van den Hil. Hirsch. Van der Hoef. Holman. Itzinga. Danielle Jansen. Frederik Jansen. Jetten. Leon de Jong. Jozef. Karaman. Kamminga. Katman. Keizer. Van Kent. Kisteman. Klaver. Koekoek. Kops. De Kort.
Kostic. Kreuger. Krul. Lalla. Van der Lee. Matoeg. Matlener. Maier. Marcus Sauer. Martens Amerika. Van Metelen. Van Meijeren. Meulenkamp. Michon Derksen. Mohandis. Mooiman. Edgar Mulder. Mutluwer. Nijhoff Leeuw. Van Nispen. Nordkamp. Omtzigt. Van Oostenbruggen. Ouwehand. Palmen. Paternotte. Patijn. Paul. Paulusma. Pierik. Pijpelink. Piri. Van der Plas. Pot. Pol. Postma. Ram. De Roon. Slacht Tichelman. Smitskam. Sneller. Soeboer. Stoffer. Stultiens. Seinhaven. Christine Teunissen. Thijssen. Tielen. Timmermans. Tsegai. Tuinman. Uitermark. Valise. Verder. Van der Velde. Veldman. Vermeer. Veilbrief. Vlottes. Vondeling. De Vree. Aukje de Vries. Van Vroonhoven. Van der Wal. Welzijn. Westerveld. White. Wilders. Jezilgus Sigerius. Zeedijk.
Peter de Groot. De Hoop. Six Dijkstra. Van Zanten. Dan dank ik de griffier. Ik dank u ook allemaal, want het liep vrij ordentelijk, dus dank daar ook voor. Dan schors ik nu de vergadering, zodat de stemopnemers de stemmen kunnen tellen. Ik verzoek de leden wel in de buurt te blijven, want op enig moment zal ik de vergadering heropenen voor de bekendmaking van de uitslag. Ik schors voor een enkel moment.
Ik heropen de vergadering. En ik geef het woord aan de voorzitter van het stembureau, de heer De Hoop. Die ik uitnodig. Dank, voorzitter. Voorzitter, er zijn in totaal 148 stemmen uitgebracht. 148 leden staan op de presentielijst vermeld. Er zijn... Oh, excuse. Voorzitter, er zijn 145 geldige stemmen uitgebracht. De volstrekte meerderheid van het aantal uitgebrachte geldige stemmen is dan dus 73. Voorzitter, er zijn 71 stemmen uitgebracht op de heer Bosma. Er zijn 61 stemmen uitgebracht op de heer Van der Lee. Er zijn 12 stemmen uitgebracht op mevrouw Kamminga. En er is 1 stem uitgebracht op de heer De Roon. Als ik nog heel even rust mag, dan... Ik stel vast dat geen der leden deze meerderheid heeft behaald. Er zal dus een tweede stemmingsronde moeten plaatsvinden. Ook in deze stemronde is een zogenaamde vrije stemming. Ik zie de heer Omtzigt naar de interruptiemicrofoon. De heer Omtzigt. Voorzitter, een punt van orde. Er zijn in ieder geval 2 kandidaten die gezegd hebben dat ze kandidaat zijn. En er is een derde lid van het presidium dat stemmen gehaald heeft en dat bent u zelf. Het is niet duidelijk of u kandidaat bent. Dat hoeft u ook niet te zeggen, want er zijn 2 vrije stemrondes. Maar ik zou in overweging willen geven om een ander lid van het presidium, maar het is maar 1 lid van het presidium dat geen stemmen gehaald heeft, dat is de heer Van Nispen, de rest van de procedure te laten voorzitten. Ik heb daar persoonlijk geen bezwaar tegen, de heer Van Nispen, maar ik wil wel even aan de voorkant benadrukken dat ik uiteraard waardeer dat er een aantal stemmen op mij zijn uitgebracht. Dat zie ik dan maar als compliment op de wijze waarop ik het deze week heb gedaan. En tegelijkertijd doet het natuurlijk geen recht aan 2 kandidaten die hier een betoog hebben gehouden, die we ook de gelegenheid hebben gegeven en die dat ook met verve gedaan hebben om zichzelf te kandideren en ook de vragen aan te stellen. Dus dat wil ik daar wel even bij opgemerkt hebben. Maar ik, ja, als de heer Van Nispen daartoe bereid is en de leden vinden dat comfortabeler, dan vind ik dat geen punt om van stoel te wisselen. Mevrouw Bikker, ChristenUnie. Nou, voorzitter, we hebben zorgvuldig met elkaar deze procedure vastgesteld. U heeft zelf zich niet kandidaat gesteld, maar alle 150 leden kunnen gekozen worden in deze ronde. En daarmee is er voor mij gewoon steun namens mijn fractie voor uw voorzitterschap. En zie ik dat ook niet de zaak doorbreken. De heer Marcus Sauer. Nee, daar sluit ik me bij aan. De heer Jette. Daar sluit ik me ook bij aan. U heeft zowel gisteren als vandaag voortreffelijk voor gezeten. Waarvoor dank. Dank. De heer Ergen. Hetzelfde geldt ook voor denkvoorzitter. Dank u wel. Mevrouw van Plas, waarbij ik overigens niet het idee had, maar kijk even naar de Omtzigt dat hij daarmee bedoelde dat ik het niet goed zou voorgezeten hebben. Maar dat denk ik goed om dat nog wel even te markeren met mevrouw van Plas, BBB. Ja, ik sluit me ook aan bij mevrouw Bikker en het geeft me ook nog een keer de gelegenheid om u te complimenteren voor uw rol als tijdelijk voorzitter. Dank u wel. De heer Bontebal, CDA. U mag wat mij betreft lekker blijven zitten daar. Dank. Heer Stoffer, SGP. Daar ben ik het mee eens. De heer Klaver, GroenLinks, PvdA. De heer Jansen, Frederik Jansen. Volste vertrouwen. Dank u wel. Volste vertrouwen, voorzitter. Dank u wel. Dan blijf ik op deze plek. Dan gaan we over naar de tweede stemronde. Aan de orde is de tweede stemronde. De tweede stemronde is wederom een vrije ronde. Dat betekent dat de leden hun stem mogen uitbrengen op alle leden. Ik verzoek de bodes de stembriefjes uit te delen. U wordt geacht op het stembriefje 1 naam te schrijven. Briefjes met meerdere namen, met namen van niet-leden van de Kamer en blanco briefjes zijn ongeldig en tellen in deze ronde ook niet mee voor de berekening van het aantal stemmen dat nodig is voor het behalen van de volstrekte meerderheid. Ook nu geldt dat bij een stem op de lijst met een achternaam die op dit moment... Ik snap dat het herhaling is, maar toch. Ook nu geldt dat bij een stem op... Met een achternaam die op dit moment vaker voorkomt in de Kamer, een geldig stembriefje de voornaam van betreft een lid moet bevatten. Als iedereen het briefje heeft, ik kijk nog heel even rond, zijn nog niet allemaal uitgedeeld.
De laatste briefjes zijn inmiddels uitgedeeld. Dan ga ik de griffier vragen om de namen op te lezen. De griffier. Aardema. Aartsen. Ella Bassi. Agema. Van Balen. Bamenga. Baudet. Becker. Beckerman. Bikker. Blauw. Bontenbal. Boon. Van den Born. Martin Bosma. Boswijk. Boutkan. Brekelmans. Bromet. Bruining. Bushoff. Van Kampen. Seder. Chakor. Klaassen. Krijns. Dassen. Deen. Tony van Dijk. Diederik van Dijk. Emiel van Dijk. Inge van Dijk. Dijk. Olger van Dijk. Dobbe. Eertmans. Van Eyck. Elian. Ergin. Erkens. Esser. Faber van der Klashorst. Vlag. Gabriels. Graus. Grinwis. Tjeerd de Groot. Van Hazen. Heinen. Helder. Hermans. Hetsberger. Heutink. Van Heijem. Van den Hill. Hirsch. Van der Hoef. Holman. Itzinga. Danielle Jansen. Frederik Jansen. Jetten. Leon de Jong.
Jozef. Karreman. Kamminga. Katman. Keizer. Van Kent. Kisteman. Klaver. Koekoek. Kops. De Kort. Kostic. Kreuger. Krul. Lala. Van der Lee. Matoeg. Matlener. Maier. Markensover. Martens Amerika. Van Metelen. Van Meijeren. Meulenkamp. Michon Derksen. Mohandes. Mooiman. Edgar Mulder. Mutluwer. Nijhof Leeuw. Van Nispen. Nordkamp. Omtzigt. Van Oostenbruggen. Ouwehand. Palmen. Paternotte. Patijn. Paul. Paulusma. Pierik. Pijpelink. Piri. Van der Plas. Pot. Pool. Postma. Ram. De Roon. Slacht Tichelman. Smitskam. Sneller. Soeboer. Stoffer. Stultiens. Seinhaven. Christine Teunissen. Thijssen. Tielen. Timmermans. Tsegai. Tuinman. Uitermark. Valise. Verder. Van der Velde. Veldman. Vermeer. Veilbrief. Vlottes.
Wondeling. De Vree. Aukje de Vries. Van Vroonhoven. Van der Wal. Welzijn. Westerveld. White. Wilders. Jezielgus Zegerius. Zeedijk. Peter de Groot. De Hoop. Six Dijkstra. Van Zanten. Dan dank ik wederom de griffier en ik dank ook weer u allen. Dan schors ik nu de vergadering, zodat de stemopnemers de stemmen kunnen tellen. Zoals zojuist verzoek ik u wederom in de buurt te blijven, zodat ik de vergadering op enig moment weer kan heropenen. Ik schors de vergadering.
Ik zou de leden weer willen verzoeken om hun plaatsen in te nemen. Ik zie nog een paar leden aankomen. Daar wacht ik dan nog even kort op. En dan heropen ik nu de vergadering, zodat we de uitslag kunnen vaststellen naar de tweede stemronde. Ik geef daartoe het woord aan de voorzitter van het stembureau, de heer De Hoop. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, er zijn in totaal 148 stemmen uitgebracht. Er staan ook 148 leden op de presentielijst vermeld. Voorzitter, er zijn 146 geldige stemmen uitgebracht. De volstrekte meerderheid van het aantal uitgebrachte geldige stemmen is dan 74. Voorzitter, er zijn 75 stemmen uitgebracht op de heer Bosma. Ik ga u zo dadelijk uiteraard van harte feliciteren, maar we maken nog even toch ook het hele gedeelte af. U was gebleven, meneer De Hoop. Ik was gebleven bij de 75 stemmen die uitgebracht waren op de heer Bosma. Dan zijn er nog 66 stemmen uitgebracht op de heer Van der Lee. En er zijn 5 stemmen uitgebracht op mevrouw Kamminga. Dank u wel, meneer De Hoop, en dank ook aan de leden van het stembureau. Aangezien de heer Martin Bosma de volstrekte meerderheid heeft behaald, is hij gekozen tot voorzitter van deze Kamer. Ik moet dan nog even officieel zeggen dat de leden van het stembureau, dat ik ze uiteraard bedank, maar dat ze hiermee ook ontheven zijn van hun functie. En dat gezegd hebbende, nodig ik uiteraard de heer Bosma uit om naar voren te komen, zodat ik de voorzittershamer aan hem kan overhandigen en hem ook in persoon kan feliciteren. Om te beginnen wil ik een hertelling. Ja, hier had ik ook niet op gerekend. Ik wil Tom bedanken voor zijn geweldige kandidatuur. En het was een eer en een genoegen om van hem te mogen verliezen. De Nederlandse Vereniging van Mensen die geboren zijn in juli 1964 hebben zich weer even danig laten gelden vandaag.
Bedankt Tom, ik wil Rolien bedanken, die geen kandidaat was, maar terecht toch veel stemmen kreeg. Geweldige tijdelijke voorzitter. Ooit toen ik het was. Ooit toen ik het was, toen bedankte Arie Slob me en die zei: het waren vier fantastische dagen. En het waren geweldige dagen. Ik wil mijn bescheiden overwinning opdragen aan heel veel PVV'ers die de afgelopen 20 jaar een prijs hebben moeten betalen voor het feit dat ze PVV'er zijn. Ze zijn ontslagen, hebben problemen gekregen op hun werk, kregen de promotie niet, hun kinderen niet opgesteld bij de sport soms. Er zijn hele vervelende verhalen van bekend. Mijn overwinning wil ik graag aan hun opdragen, maar er is niemand die een grotere prijs heeft betaald voor zijn idealen. Dat is Geert Wilders. En ik wil hem bedanken voor alles wat hij de afgelopen 20 jaar voor ons heeft gedaan. Ten slotte. Ik wil iedereen bedanken die op mij gestemd heeft. Mensen die niet op mij gestemd hebben, zullen dat nog merken bij de verdeling van de spreektijden. Nee, geintje, geintje. Het voornemen is, politiek is een ernstige zaak. Politiek is een ernstige zaak. En het gaat over heel veel dingen en heel veel belangen. Maar we moeten ook, het Kamerlidmaatschap is tegenwoordig nog maar heel kort, we moeten ook met z'n allen een beetje lol hebben de komende tijd dat ik hier mag zitten. Dus laten we alsjeblieft een beetje lol hebben en naast al het serieuze werk ook een beetje gein trappen op z'n tijd. Mijn goede voornemen is om in ons jubileumjaar de Kamerdag te openen met een mooi gedicht. En daar wil ik vandaag een aanvang mee maken en meteen ook de boel sluiten vandaag. Want, ja, en dat kan eigenlijk geen toeval zijn, vandaag 100 jaar geleden is Gerard Reve geboren. De grote volksschrijver. En ik wil graag deze zitting besluiten met een gedicht van hem dat toepasselijkerwijs heet Dagsluiting. Eigenlijk geloof ik niets en twijfel ik aan alles, zelfs aan u. Maar soms wanneer ik denk dat gij waarachtig leeft, dan denk ik dat gij liefde zijt en eenzaam. En dat in dezelfde wanhoop gij mij zoekt zoals ik u. Ik sluit de vergadering. Go!